Was je verbaasd dat je Stijn Wuyts een hand kon geven vanochtend hier? Uh, Blij verrast. Dus misschien wat anders dan verbaasd. Uh, we hebben natuurlijk gisteravond nog uh, redelijk veel contact gehad met, met onze medische staf, ook uh, de mensen die van ons mee waren in het ziekenhuis. Dus we kregen al vrij snel door dat het uh, gelukkig zeg ik erbij allemaal nog, uh, nogal meeviel. En dat, uh, ja, dat het er gewoon goed uitzag dat Stijn ook naar huis kon gaan. Maar ik was, wat ik zeg, blijf verrast dat hij vanochtend toch alweer uh, ja, hier bij ons op de club was. Dus hij heeft gewoon meegegeten, hij ziet er fris uit. Um, natuurlijk heeft hij uh, een hersenschudding opgelopen, wat we moeten respecteren. En uh, ja, ik ben echt blij uh, als ik zie wat er gisteren allemaal uh, tijdens die wedstrijd uh, ja, door ons hoofd heen ging, dat het eigenlijk alleen maar een, uh, een hersenschudding is. Ja, dan kun je eigenlijk ook met een gerust hart vragen, hoe lang ben je hem kwijt? Nou, zondag uh, niet. Uh, dat, is, dat is duidelijk. Het uh, is onverantwoord om iemand met een S-schudding te laten spelen. Uh, als het aan Stijn ligt, dan uh, had hij getraind vandaag alweer. Dus uh, we moeten hem nu alweer afremmen. Dus dat is op zich is dat, uh, is dat goed, uh, goed nieuws. Maar het, het slechte nieuws, in, als je daarover kunt spreken nogmaals, is dat we hem zondag niet hebben. Ja, zondag uh, tegen Pek uh, Ja, 1-1 tegen Dundalk. Hoe lang blijft zoiets in het hoofd zitten, zo'n onnodig hey. puntenverlies? Nee, dat hebben we al afgesloten. We hebben vanochtend na het ontbijt direct uh, na gaan bespreken en dan, dan sluit je dat af. Dan ga je verder met de training naar, uh, naar zondag toe en ja, we hebben, uh... je moet ook niet te lang stil blijven staan bij, uh, bij wedstrijden, omdat de volgende alweer voor de deur staat. Dat is zo emotioneel. Ja, maar dat is makkelijker, uh, je bent sneller geneigd om. Vanuit die emotie te blijven reageren, waardoor je eigenlijk hetgeen waar het in de kern om gaat, de wedstrijd, dat je dat dan snel vergeet. Maar emotie was gisteren na de wedstrijd, ook bij mij nog. En ja, dan heb je nu uh, vanochtend de kans om uh, ook met die jongens gewoon rustig uh, de dingen na te bespreken. En de conclusie is dat het zeker beter moet. En dat we, ja, dat we ja, toch um, in de goede zin meer energie, meer agressief. Kunnen, maar vooral ook moeten zijn uh, op momenten dat het gevraagd wordt. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje het probleem gisteren is geweest in de wedstrijd. En dat kan niet, dat mag niet. En daar zijn we ons van bewust en dat moet beter. Um... Is dat de kern waar het op het moment dat ligt? En Wim Tsekker is dat ook zo, hè? Ja, dat, dat zijn twee wedstrijden achter elkaar. Dat We, ja, we zijn niet, we zijn niet uh, vrij, we zijn niet los. Um, en het elftal ge geef ik vertrouwen door de jongens te laten staan. Uh, dus dan hoop je dat dat het, uh, hetgeen is waar ze, uh, waar ze houvast aan hebben. Maar eerlijk is eerlijk, dat, uh, ja, dat heb ik de laatste twee wedstrijden wat minder gezien. Sommige fases gisteren wel, hè, maar een ja, groter uh, grote gedeelte van de wedstrijd niet. En ja, dat is iets wat beter moet zeker tegen ja, ook aanstaande zondag weer een uitwedstrijd bij Zwolle. Want ja, als je dan zo speelt, dan weet je nu al dat je het wederom ontzettend moeilijk gaat krijgen. Ja, nee, ik nee, ik denk dat ik denk dat dat niet nodig is, omdat wij veel meer blijf ik zeggen uh, kwaliteit hebben dan we op dit moment laten zien. En dat hebben deze jongens allemaal bij elkaar, die er nu ook staan. We hebben ze ook dit seizoen al laten zien. Dus het is ook vaak iets van uh, het kan zo weer terug zijn en, uh, ja, daar, uh, daar ga je ook een beetje op in natuurlijk als je zo met die jongens dat nabespreekt. Nou, neig je naar wisselen op zulke momenten? Nou, je, wat, wat nu heel belangrijk is, is dat je ook naar frisheid moet kijken. He, als ik net zeg van we missen een beetje ja, de vrijheid, de frisheid in het elftal. Uh, jongens zijn misschien toch wat eerder uh, vermoeid. Als het niet gaat, dan ben je sneller moe dan dat je heerlijke wedstrijd hebt gespeeld. Nou, dan, kan het, dan kan het een keus zijn. We moeten nu, he, door, door het wegvallen van, van Stein moeten we wel iets doen. Ik moet nog even afwachten de frisheid, bij de, de fitheid bij de andere jongens. En dan kun je daar keuzes in maken. Ik weet dat ik heel veel jongens achter de hand heb. En ja, die staan te popelen. Dus dat is, uh, dat is mooi. En voor ons als staf is het dan een afweging. Ja, wat vind je van Pek Zwolle trouwens op het moment? Ja, veel te laag natuurlijk. Het is onvallig. Ik uh, kan niet anders zeggen dan dat. En uh, er zijn natuurlijk een aantal spelers kwijtgeraakt. Uh, ze hebben nog uh, een aantal spelers erbij gehaald. Maar ja, het loopt nog niet. Het is niet moeilijk om daar... Uh, uh, op deze manier naar te kijken voor ons. Uh, maar we weten ook dat, dat Zwolle, ja, net als Willem II en ook net als Dundalk, wel een goede spelopvatting hebben met, uh, met de trainer, en met Ron. Dus uh, ja, dat zal niet anders zijn. Dus wij kunnen ons uh, wat dat betreft ook gewoon weer uh, voorbereiden op een, uh, ik ga niet zeggen een super ingespeeld elftal, maar wel een elftal wat, wat gaat voetballen en wat uh, probeert aan van die onderste plekken, want daar horen ze niet. En B, ook om een beetje vertrouwen terug te winnen. Dus daar kunnen wij uh, ja, onze borst voor nat maken. Dat is wat John. Ik, ik, vanochtend uh, moet ik dan die beelden downloaden van, van gisteravond. En dan kijk ik daar terug. En dan, ja, ik zie je opluchting bij jou. Maar die, die, die emotie van Ali Reza, van Depne van Santos, van die ronfla, ja. van jou. Uh, het blijft mij nog wel een tijdje bij. Heb, heb, heb jij het teruggezien? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik hoef het ook niet terug te zien. Ik heb een beeld van gisteren in de wedstrijd. En wat ik zeg, we hadden daar een, uh, ja, een hele bizarre situatie. Enorme paniek bij de spelers. En ja, daar, uh, daar, daar kijk je als eerste naar. En ja, ik denk dat dat uh, terecht was. Um, dat we ook niet wisten wat er aan de hand was. Uh, ja, dan krijg je emotie. En, ja, ze zeggen altijd: emotie hoort bij het voetbal. En je ziet, op zo'n moment zie je wel dat. En dat, dat vind ik, eh, ondanks dat het een heel slecht moment is, ook weer een mooi moment. Dat je wel. Als Team heel close met elkaar bent en dat zegt ook wat. Ja, De emotie van Jan, Bax, was, was extreem. Ja. Er blijft iedereen bij, denk ik. Ja, maar Ali was er als eerste bij. En uh, ja, ik zal niet zeggen wat hij zegt dat hij gezien heeft. Maar die, die ziet gewoon een jongen onder zijn arm doodgaan, bij wijze van spreken. Dat is wat eerst in hem opkwam, omdat hij allemaal bloed uit zijn mond zag komen. Hij dacht dat ze zijn tong ingeslok, ingeslikt had. Andere zegt van, hij heeft zijn nek gebroken. Dus dat zijn allemaal dingen dat je, ja, en hij ligt levenloos en maakt een heel raar geluid. Dat is wat ik van die jongens hoor. Vandaar de reactie van de jongens. Nou, dan vind ik het uh, eigenlijk niet meer dan logisch dat je dan heel uh, emotioneel uh, bent en reageert. En uh, Ali is een hele emotionele jongen, jij weet het net zo goed, uh, je bent met hem op stap geweest. Ja, dan is het wel uh, logisch. Dat is voor mij ook wel uh, een, een van de redenen geweest om te zeggen van, ik ga hem wisselen omdat hij niet meer, uh, hij kwam niet meer bij de wedstrijd en uh, hij had al wat last, laten we dat ook zeggen. Maar dan moet je sommige jongens ook beschermen. En uh, ik denk dat dat uh, uiteindelijk voor Ali een goede keuze was.